Nou, daar zitten we weer. We zijn net even gestopt, want wij moeten vandaag 2,5 uur rijden. Want wij gaan vandaag naar Heerlen. Nou, dat is dus een flinke rit. Dat is inderdaad heel ver weg. Wij zijn heel benieuwd wat we vandaag gaan aantreffen voor Thuisbioscoop. Zijn jullie ook benieuwd? Blijf dan vooral kijken naar de rest. Nou, we zijn aangekomen in Heerlen. We zijn vandaag bij de Thuisbioscoop van Flip. Waarvoor we erg dankbaar zijn dat we hier mogen kijken. We hebben net even ervaren hoe het is om hier een film te kijken. Dat is echt super gaaf. Flip maakt gebruik van de Epson EH-TW9400. 4K met HDR. Dat is echt een topmodel. Als we kijken naar het scherm. Het is een 100 inch Elite Screen scherm. Dat ziet er echt super tof uit. We zijn vandaag dus aangekomen bij Flip in de Thuisbioscoop. En ja, bedankt Flip dat we hier mogen zijn. Ja, gedaan, leuk. Ja, we willen graag weten waar komt jouw voorliefde vandaan voor de Thuisbioscoop? Nou, ik was altijd een hele grote fan van de bioscoop. Gewoon gezellig naar de bioscoop toe gaan. Naar de bioscoop lekker eten en drinken. Vooral hier in de bioscoop in Heerlen. Ja, en op een gegeven moment, ja, dan loop je ergens een beamer tegen het lijf, een beamerwinkel. Dan ga je eens kijken wat er mogelijk is voor thuis. Ja, en ja, dan is het in zoek natuurlijk. Ja, dan is er een nieuwe hobby geboren. En ja, uiteindelijk dan 20 jaar later, heb ik dit. En hoe lang ben je ongeveer weer bezig geweest met deze ruimte, denk je? Nou, de laatste op mijn beurt duurde ongeveer 4 weken. Vier weken, ja. Dat heb je wel snel gedaan. Ja, mooie details ook. Ik vind vooral de ledstrip vind ik echt een mooi detail. Het mooi de bioscoop gevoel. Ja, we hebben het net een beetje mogen ervaren, ook in de stoelen en met het scherm. Ja, echt een prachtig beeld. Nou, voor mij ook heel belangrijk is geluid. Dus ja, dan hier 13 luidsprekers en een subwoofertje. Dus volledig Dolby Atmos. Ja, we mochten net ook even een demo horen inderdaad met het geluid. En inderdaad, je hoort het 360 geluid hoor je helemaal om je heen. En dat is wel een mega toffe ervaring. Ja, echt. Dat klopt. Ja. Dus. En de beamer die je hebt, kun je daar iets meer over vertellen? Ja, voor deze had ik 10 jaar ook een Epson, een andere, de TW5500. Die was 10 jaar geleden was dat het topmodel. Ja. Sindsdien ben ik ook niet meer in de winkel geweest om een nieuwe beamer te bekijken. En een paar weken geleden weer een kennis van me. En die had deze beamer. 2 dagen later had ik hem ook. Ja, dus. Overtuigd. Ja. Ja, dat snap ik. Ja, het is ook hartstikke mooi. Het beeld is ook echt mooi. Dat is waanzinnig. Met een 10 jaar oude beamer is geen vergelijk, echt niet. Nee. En dat was een HD? Dat was een HD beamer, ja. Ja, het verschil tussen HD en 4K is ook gigantisch. En ook contrast en de kleursterkte en echt alles knalt gewoon. Ja. En de versterker, daar had je ook nieuw begrepen? Die is van vorig jaar. Dat is de nieuwste serie van Denon. Dus de AVC 6700. Die heeft 11 kanalen ingebouwd, versterking. Maar hij kan 13 kanalen kan die dus processen. Ja, en kan daar de 13. Ja. Dus ik heb een externe, een tweede versterker bijgepakt. Een stereo versterker voor de frontuitsprekers. Mm-hmm. En ze hebben een 9.1.4 systeem hier ook. Ja, zeker. Ja, wij hebben het mogen horen. Voor jullie is dat wel lastiger, maar het is het zeker waard, ja. Ja, je ziet hier staan het verleden, hè. Een laserdisc-speler, een DVD-speler, een Blu-ray-speler, 4K Blu-ray-speler. Ja, en het leuke is ook, je hebt ook nog een heleboel DVD's en laserdisc staan. Dus ja, dat is wel super tof. Ja. Dus het was altijd een hobby van me, veel films kopen en kijken en ja. Ja. Dus. Ja, en over het geluid, je hebt dus deze platen heb je zelf gemaakt? Ja, dat was hier toen ik mijn nieuwe zaak gekocht en als het ophangen, alle speakers en zo, maar dat klonk voor geen meter, echt niet. Alles was een beetje geluidsdemping. Ja, alles reflecteert van alle kanten. Je kon als je hier staat bijvoorbeeld niet horen wat hier geluid kwam, dan kwam van alle kanten op. En toen ben ik een beetje gaan researchen online wat je dan kunt doen. En het is gewoon een houten framepje met rockwool. Glaswol ertussen. Mooi bezorgd met stof. Ja, en dan de juiste plaatsen opgehangen. Ja. Dus, ja, je hoort het ook, hè? Als je in deze ruimte bent, dan hoor je ook dat het geluid wat minder. Heel gedempt klinkt. Ja, klopt. Ja. Dan komt het geluid zeker ten goede.
Wij zijn aan het eind gekomen van deze tour door de bioscoop van Flip. Bedankt dat we hier mochten zijn vandaag. Leuk dat jullie er waren. Ja, bedankt voor de Limburgse fly. Dat was ook heel erg top. Jongens, als jullie dit een leuke video vonden, dan like en subscribe. En nou ja, wij gaan een filmpje kijken hier. Zo jongens, het filmen zit erop voor vandaag. Wij hebben het echt ontzettend leuk gehad. We waren in Heerlen, in Limburg dus. Ja. En wij mochten niet naar huis van deze man zonder een echte Limburgse fly. Ja, like en subscribe natuurlijk, want dit was een hele toffe video. Graag tot de volgende keer. Doeg!